Goedemorgen, wij staan op dit moment in Amsterdam, want wij gaan straks naar het event van Purdy's. En dat is zeg maar een soort van vitaliteitsdrankje, energiedrankje, maar dan natuurlijk. Daar gaan ze het hebben over van alles en nog wat, dat zie je zo wel. En het is een heel leuk ontbijt-event, dus we hebben allebei, ik heb nog niet gegeten. Ik heb wel ontbeten. Ik heb wel honger en ik heb heel veel zin in, dus het is wel vroeg, vandaar onze ballen. Gezichtjes. En het is koud. Maar ik heb er heel veel zin in. De dag start op deze manier. We zijn net uit de tram gestapt en lopen nu ietsje verder naar nummer 581 op de Prinsesgracht. En volgens mij zijn we er alweer bijna. Event en we hebben hele mooie presentaties en inspirerende presentaties gekregen, dus daar hebben we niet heel veel kunnen vloggen. Maar het is wel weer een hele mooie start van de dag, want we hebben drie hele mooie verhalen gehoord. Heel lekker gegeten van het ontbijtje en gezonde dingetjes heb ik ook gegeten. Dus helemaal top. Ik loop hier met Joyce van Just Like Sushi en natuurlijk Tara. En we lopen nu weer terug naar de Prinsengracht. Gaan we eventjes de tram nemen naar de Peter Hoofdstraat, want ik heb mijn Chanelletje bij me. Er is één stekseltje los, dus hij moet terug naar de dokter om eventjes gerepareerd te worden. Maar dat kan natuurlijk dus ook gebeuren. Dat was hem weer even. Zo, en van de Chanel winkel zijn we beland in de Vier Pilaren. Zo heet het. Het is de meest toeristische zaak denk ik wel in Amsterdam. We liepen langs namelijk Tarat in een poffertjes. En ik vond het ook wel echt heel erg leuk om hier plaats te nemen. Van lekker poffertjes eten. Eens kijken. We zitten hier aan het raam en we hebben zo'n leuke tablet hangen. Tablet waar ik me nu op heb, dus het is een beetje old school, maar toch ook new school. Ik vind het helemaal lekker en leuk. Dus nom, onze poffertjes zijn binnengekomen. Sarah is helemaal excited. Dat is heel erg goed te zien. Lekker. En ik had eigenlijk slagroom gevraagd, maar ik heb nu vanilleijs gekregen. En dat vind ik eigenlijk ook super lekker, dus die laat ik lekker staan. En ik heb echt een mega berg aan suiker. Zonder boter, dus ik ben helemaal happy. Eet smakelijk. Het is alweer wat later en zoals je kan zien ben ik weer bij Tara thuis. We hebben een tijdje aan onze blog gewerkt en wat dingetjes gedaan. Serena is er nu gezellig ook. Hoi! Ja, Serena is er ook. En we hebben net even lekker eten besteld, dus ik heb heel erg honger, dus ik heb er heel veel zin in. Ik zal het eventjes kort laten zien hoe het eruit ziet. We hebben hier een lekker koolslaatje, we hebben hier een lekker kippetje en we hebben hier ook nog wel lekkere frietjes. Met mayo. Dus nom nom nom. Alweer wat later zoals jullie kunnen zien, want het is inmiddels dus donker geworden en ik zit in de auto samen met Tara daar en Serena is aan het rijden. We zijn onderweg naar Hilversum, we gaan daar naar een tentoonstelling beeld en geluid en er komen ook andere gezellige YouTubers, dus het leek ons leuk om ook eventjes gezellig te gaan kijken, dus we zijn onderweg. Een rode loper en alles. Yes. Wow, wat een lampen. Wow. Oh shit. Ging niet helemaal goed. Ik was bijna geplet. We gaan nu eventjes de buurt verkennen hier in het gebouw. We gaan naar boven.
om te kijken hoe de tentoonstelling eruit ziet. En ja, het is gezellig, ze zijn heel veel bekenden hier. Dus hier zijn we, daar loopt Dionne, Serena, Veras. Even kijken, hallo! Internet in Nederland, 1991. Heel bijzonder jaar. Daar is dus bezig met een quiz. Gaat dat goed? Ja, ik heb volgens mij heel goed gedaan. Ik heb heel veel online geld verdiend. Jammer dat het niet echt is. Nou, zoals je ziet zitten we weer in de auto inmiddels. Het was een leuke afterparty. Heel veel verschillende DJ's zijn nog gekomen. Maar we dachten, we gaan niet filmen, want we kunnen toch de muziek niet delen. Maar het was wel echt heel erg gezellig om iedereen weer te zien. En we gaan nu weer naar huis rijden. Ja, toch? Ja, die heb ik ook niet te zeggen. Nou, super bedankt voor het kijken naar deze vlog vrijdag weer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Laat ons vooral eventjes een duimpje achter. En ja, laat ons eventjes weten in de comments wat jij misschien dit weekend gaat doen. En we willen trouwens ook nog eventjes sorry zeggen dat de afgelopen woensdag geen video online is gekomen. Deze zal, als het goed is, morgen online komen. Yes, ja. En dus, komende zondag komt er ook nog een video online. Die is heel erg belangrijk dat jullie die even zien. Ja. Ja, jullie zullen zondag wel zien waarom en waar het over gaat. Dus ja, nou, fijne tot morgen dan ook. Ja, doei. Doei.